Tja, waar zal ik eens beginnen? Het is vandaag dag 5. Rustdag. Oftewel, dan willen we weer zo min mogelijk doen. Maar toch zoveel dat het leuk blijft. Ook voor de kinderen. En we zitten in ieder geval op een hele leuke camping. Daar zal ik wat van laten zien zo. Het zit hier vol met families. Leuke families in de zin van vrolijk, creatief. Muziek wordt er gemaakt in de avond. Dus ja, leuk plekje gewoon. En aan het water natuurlijk. Hè? Dat zal ik nog eens even laten zien. Ja, voetjes in het water. Ja, nu even niet. Maar overdag wel. Dat is lekker afkoelen. En kijk eens, creativiteit alom. Stenen worden hier beschilderd. Ja, wij zijn naar Monschau gegaan. Monschau. Een nog zeer goede staat verkerend oud stadje uit de vroegere tijd. En hebben we lekker gegeten natuurlijk. Hebben we een beetje gewandeld, een beetje speeltuintje. Oftewel, prima dagje. Hè? Thuis gekomen, hier op de camping. Weer lekker een beetje spelen, een beetje eten, een paar dingetjes. Lekker douche, buurman kijken met Rika. Ja, alleen op die brug daar. Ja, op die brug ging Rika net vanavond vol op de bekkie, hè. Dus bloed op de mondje. Net nu ze zo lekker rustig en vrolijk was. Maar ja, er gebeurt die dingen, hè. En gelukkig was daar de troostboeby. Nou, over dag 4. Oftewel de vierde de fietsdag. Dus daar gaan we het maar niet hebben. Het was op zich een heel prima fietsdagje. Ook een stukje ventbaan. Echt relaxed en zo. Maar onderling ging het weer even helemaal niet lekker. We begrepen helemaal niks van elkaar. En irritatie alom. En daar hebben we dus toch wel over kunnen praten. Gelukkig. En vandaag daar... toch weer een stapje ingemaakt. Dat we proberen elkaar te begrijpen. Maar we begrijpen elkaar helemaal niet. We zijn van een andere planeet. Echt. Hoe ik me uitdruk. Lieveke zich uitdrukt. Het is echt. Het wordt gelijk verkeerd begrepen. Of anders ingevuld. Of er zit wel een dingetje aan, zeg maar. Maar ja, dat weten we ook al heel lang. Maar op zo'n vakantie, als je elkaar nodig hebt in de praktijk, dus heel praktisch en zo. Ja, dan wordt het wel lastig hoor. Maar goed, we hebben wat dingen afgesproken. Nou, morgen gaan we fietsen naar onze naaktcamping. Helaas is het dan 18 graden. Dan gaan we lekker 2 dagen in ons naki met kippenvel door de weilanden lopen. Nou, tot dan weer. Ik weet niet of ik daar beelden van heb, hè. Hoe kreeg je Rika op de knieën? Klokken luiden.